Het is wel heel belangrijk om stil te staan bij wat er in die wet gewoon staat. Wat er gewoon is vastgelegd, namelijk 95% CO2-reductie bereiken. En als je dat wil, dan zullen alle huizen uiteindelijk van het gas af moeten, zoals ook in het klimaatakkoord staat. Voor een gemiddeld huis, gewoon als je nuchter naar de feiten kijkt, betekent dit je hele spouwmuur open en opnieuw isoleren. Je hele dak vervangen. Je vloeren eruit. Mensen moeten een geheel nieuwe warmteinstallatie, inclusief warmtepomp, op hun huizen monteren. In hun hele huis vloerverwarming aanleggen, omdat anders die warmtepomp niet functioneert. Volledig geïsoleerde deuren aanschaffen. Slaapkamers voorzien van convectorradiatoren. Keukens ombouwen, enzovoorts. Dit komt zeker neer op minstens 50.000 tot 80.000 euro per woning.